Frank Fagané is onze guest. Dat is voor twee redenen. We hebben een lang proces doorgemaakt, Frank en ik. Ik was vroeger zijn leerling. En is nu geëvolueerd, of onze relatie is geëvolueerd van leerling-leraar naar collega's. Zoals hij in een tijd ook gedaan heeft, wel geteld 100 albums geleden op de werf, heeft hij een double trio met zijn leraar John Rocco opgenomen. Frank wist mij dat onlangs te zeggen, dus dat is een schoon verhaal gewoon. En aan de andere kant ben ik ook heel groot fan van hoe dat Frank speelt, de eerlijkheid in zijn spel, de virtuositeit, de klank, de soul dat hij erin legt. Hij maakt een contrast met hetgeen dat ik doe. En dat wil ik niet twee Stevens hebben of twee Franken hebben in dezelfde band. Dus dat is een heel leuk contrast. Plus het is alt en tenor. Dat is ook nog eens qua klank een mooie dynamiek tussen die saxen.